Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie weer meenemen door mijn weekboodschappen heen. Het is deze week anders dan anders. Ik ben nog steeds super geïrriteerd aan mezelf. Want ik had het timestop bij de Jumbo gereserveerd dat ze weer de boodschappen zouden komen brengen tussen 10 en 12. En dat had ik gedaan. En toen wist ik dat ik van het weekend daar nog boodschappen bij moest doen. En ik had maar voor 50 euro of zo. En echt alleen maar de avondmaaltijden en alle andere dingen niet echt. En dat heb ik ook gedaan. Naar mijn geweten heb ik het ook toegevoegd aan de bestelling, maar blijkbaar niet. Want het stond nog gewoon in mijn winkelwagentje. Dus ja, ik heb mijn winkelwagentje ook overgeschreven en ben dan langs de Aldi gegaan, want die zit hier in de buurt. Dus deze week is de helft van de boodschap van de Aldi en de andere helft van de Jumbo. Als het goed is komt de Jumbo zo de spullen brengen, maar ik zal vast laten zien wat ik van de Aldi heb. Dit stond allemaal op mijn boodschappenlijstje van de Aldi. Het was 61,40 euro. Er zitten een aantal dingen bij die natuurlijk niet op mijn boodschappenlijstje stonden. En ik mis nog de geroosterde paprika's. Die hadden ze daar niet. Dat is het enige. En ik zal hier beginnen. Dit was het broodspul. Hagelslag, chocopasta, smeerkaas, boterhamworst. Allemaal dingen waarvan ik eigenlijk niet gecheckt had of ze wel op het gewone lijstje stonden. Of dat er nog bijgevoegd moest worden. Dus ik neem ze maar voor de zekerheid even mee. Sowieso vind ik het altijd fijn om voorraad te hebben. Smeerkaas heb ik vanochtend opgemaakt en dit kan even in de vriezer. Logan vraagt al een aantal dagen om mini-eierkoekjes 's ochtends nog. Dus dacht, haal het hier ook maar gelijk even mee. Die stonden niet op de boodschappenlijst. Wat wel op de boodschappenlijst stond was de frietsaus, de mayonaise en de couscous. En, want de mayonaise vind ik toch echt een heel soort lekker als frietsaus. En de late frietsaus is weer opgegaan. We eten echt heel veel dip overal bij. Dus nou ja, dat dus. En toen zag ik ook deze staan, die stond ook niet op mijn lijstje, maar de gebakken uitjes zijn al een tijdje op. En dan eten we deze week geen nasi bami of dat soort dingen, maar het is geheid goedkoop als dat ik een potje bij de Jumbo haal. Deze stond ook niet op mijn boodschappenlijstje, want liep ik er langs en toen dacht ik, ja, ik heb nog maar 4 eieren. Dus ik heb even een doosje eieren gehaald. Normaal vind ik het bij de Jumbo fijner om echt zo'n grote tray van 30 te bestellen, maar goed. Roeien met de riemen die je hebt. Bakboter stond op mijn lijstje, yoghurt stond op mijn lijstje, feta stond op mijn lijstje. En toen wist ik niet of ik roomboter wel of niet had besteld, dus ik heb er gewoon voor zekerheid eentje meegenomen. Schoolpakje stond ook op mijn lijstje, ik heb deze nu maar meegenomen. Geen idee, maar ik vind zelf die nectar en de appelsap van de Aldi vind ik heel zuur. Ik krijg een beetje last van mijn buik. Dus ik dacht, dat zou ik voor die kinderen dan maar niet doen. Misschien dat het beter is. I don't know. In ieder geval wat drinken voor naar school. We hebben gezonde dingen zoals bananen, watermeloen, appels, peren en blauwe bessen. En dan een heleboel ongezonde dingen zoals lipkoekjes, die wou ik heel graag. Die had ze ook bij die Jumbo uitgezocht, dus nou, die komen natuurlijk nu niet mee. Dus gelukkig had ze bij de Aldi ook. Van die liga-achtige koekjes. Deze is de laatste van opgegaan van de week. En toen zei Logan, oh man, dat vind ik zo jammer, want dit zijn mijn lievelings. En dacht ik, oké, dat wist ik niet, maar ik zag ze toevallig liggen, dus die heb ik meegenomen. Koekjes vinden, koekjes, strommel, stroopwafeltjes. En toen kwam ik deze tegen bij de kast en toen dacht ik, ja. Die nam ik vroeger van de Lidl bijvoorbeeld ook wel eens mee voor die kinderen. Die vinden ze best lekker. Dus kijk als ze daar niet mee doen, of als ze dat nog steeds willen. Nou, lekker random zeepje. Mijn bleek was opgegaan en ik wou ook eigenlijk badkamerreiniger hebben, maar die hadden ze niet. Dan hebben we lekkere Magnums en ijsjes ons gegeven van de week. Echt gewoon consequent boven de 25 graden af. Dus dat lijkt me lekker om een ijsje te kunnen doen. En deze die stond natuurlijk zeker weten niet op een lijstje. Maar hoe cute is deze? Ik vind hem echt te schattig. Toen dacht ik even kijken welke maten ze hebben. En ze hadden dus de maat van Fleur nog. En ze hadden de maat, nou ja, eigenlijk niet de maat van Brookbrook. Zit nu in 116, 122. En ik denk dat deze wel groter valt. Maar we gaan kijken of ze hem past. En zo niet, dan is die voor volgend jaar. Of, nou ja. Voor 5 euro per stuk kan je eigenlijk geen bel vallen. Dus dat zijn de boodschappen van de Aldi. Ik was net klaar met opruimen en toen kwamen de spullen van de Jumbo binnen. Dus die zal ik zo even laten zien. Dit keer was het 44,80 euro. Ja, 80. En ik had 3 kratten, 3 tassen en 9 flessen ingeleverd. Dus ging natuurlijk best wel weer wat af. Maar nu ik het allemaal zo neerzet, dan denk ik echt, ik weet niet zo goed waar het geld in gezeten heeft. Maar goed, ik ga het weer aan jullie laten zien. Vind je dit soort video's een leuk? Geef hier een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan gaan we beginnen met het tweede gedeelte van deze video. Nou, zoals je ziet, valt het echt reuze mee. Het is natuurlijk
voor dinsdag tot en met zondag nu. Ik heb gisteren hebben we tagliatelle op. Was trouwens super lekker. Ik zal het receptje alsnog onderin zetten. Ondanks dat ik de producten niet laat zien. Was heel lekker met zoete paprika, champignonnetjes, tagliatelle en kippendijenfilet. Super lekker. Vandaag gaan we eten pasta salade. Dat is farfalle en ik heb nog kip liggen. Die ga ik zo uit de vriezer halen. Met ananas en crème fraîche. En dan doe je ze met de farfalle koken. En je snijdt ananas in stukjes. En je doet de kip koken. Met een kipbouillonblokje erbij. En dan gooi je dit er doorheen. Beetje zout en peper. Super lekker. Ook lekker om koud te eten. Brooke heeft namelijk vanmiddag zwemles. Dus dan kunnen we het daarna gewoon op ons bordje scheppen. Super fijn. En dan eten we woensdag dan de couscous salade. De couscous hebben jullie net bij die Aldi shoplog ding gezien. Ik denk tenminste dat we het woensdag eten. Of anders eten we het vrijdag. Moeten we even kijken. Kan allebei. Dan eten we donderdag. We eten donderdag shawarma. Dat is makkelijker. We eten donderdag shawarma met ijzersla, knoflook, broodjes. Nee, hele rutumteut. En dan eten we vrijdag of woensdag dus de kip voor een bleu. De reden waarom ik twijfel is omdat Lore met zijn vader naar de hoekje gaat en niet met mij. En dan gaan ze daarna gelijk een pitstop maken bij de McDonald's. Dus we zijn maar met z'n drieën. En dit zijn natuurlijk vijf. Dus ik kan ze of vrijdag eten dat ik er twee over heb. Dat we twee kipcornbleus eten, want dan zijn we z'n tweeën. En dat ik er drie in de vriezer doe voor wanneer we dat weer hebben. Maar ik denk dat ik ze nu woensdag dan eet. Dan eten we er drie kipcornbleus met aardappelpakketjes en broccoli. En dan heb ik voor in de vriezer heb ik er dan nog twee voor als we een keertje met z'n tweeën zijn. Dat komt vaker voor als dat we met z'n drieën zijn. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Aardappelpakketjes, broccoli. Deze hadden we pas op en die vonden we echt super lekker. Dus die gaan we gewoon lekker op voorraad zetten in de koelkast. Voor als we wat te vieren hebben. Een pak kaas, want kaas gaat altijd op. En blijkbaar hadden we dus wel beleg besteld. Dus nog meer boterhamworst en grillworst. En nog meer grillworst. Dus ik denk dat ik hiervan gewoon wat in de vriezer ga doen. En ik heb jam besteld, brood voor de kinderen. 4 flessen Crystal Clear. Ik heb er hier maar 1 staan, maar ik heb er 4 gekocht. Tettel, allesreiniger en bagboter. En dan mis je natuurlijk nog een aantal dagen. Maar zondag hebben we altijd hebben besloten. Als de kinderen er niet zijn, hebben we zondag date night. Dus dat kan zijn dat we wat bestellen. Het kan zijn dat we ergens naartoe gaan. Het kan zijn dat we iets uit de vriezer pakken en dat we dat gewoon gezellig opeten. Maar dan maken we iets anders als anders. En zaterdag hebben we natuurlijk altijd friet met snacks. En dan zijn we alweer de week rond. Ik snap niet zo goed waar die 44,80 euro ingezeten heeft. Maar we hebben het weer uitgegeven. Ik ga lekker alles opruimen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo was, geef dan deze video een duimpje omhoog. Kijk ook even in de beschrijving welke recepties ik deze week allemaal ga gebruiken. En als ik linkjes heb, dan zet ik die daarin. En dan wens ik jullie nog een fijn weekend.